In de glasfabriek Leerdam wordt naar een ontwerp van de kunstenaar Kopier het kristallen drinkservies vervaardigd dat namens onze regering als huwelijksgeschenk aan het prinselijk paar van Engeland zal worden aangeboden. Bij een temperatuur van 1400 graden Celsius worden de grondstoffen gesmolten. Een klompje glas wordt met de blaaspijp gevangen en in kalkvorm geblazen. De glasmaker zorgt voor de volgende bewerkingen. Steel en voetje worden aangezet en geheel afgewerkt. Voordat het verder kan worden bewerkt, gaat het glas voor 24 uur naar de koeloven. Dit biedt ons de gelegenheid even te gaan kijken bij de vervaardiging van een kannetje. Want niet alleen verschillende soorten wijnglazen, maar ook waterglazen, vingerkommen, kannen en karaffen behoren tot het drinkservies dat voor 36 personen bestemd is. Intussen zijn de kelken afgekoeld. Ze moeten nog van de kop worden ontdaan. Met een diamant wordt een streepje gesneden. Door sterke verhitting ontstaat rondom een barst en de kop kan er zo worden afgeschud. Nu nog de bovenrand bijgepolijst en het glas is klaar op het graveren na. Elk stuk krijgt namelijk de letter E met een kroontje. Dit zijn de modellen van het drinkservies dat de roem van een Nederlands kunstambacht zal uitdragen tot ver buiten onze grenzen. Thank you.